Alles wat, wat ik heb, dit is nog maar een heel klein beetje van wat ik heb. Het is echt maar een paar procent. Maar ik heb opslagplaatsen vol. Dit was bijvoorbeeld een half jaar geleden niet bespreekbaar dat ik zou verkopen. Het badpak van Inge de Bruin. Een originele Fender Stratocaster. Wij wisten het al lang. Johan Vlemmings is er nu ook zelf achter. Oranjeboompjes. De verzamelwoede en aandachttrekkerij van de Eindhovenaar moet stoppen. Mijn filterinstallatie zelfs van mijn atoombunker. En ik vergeet de dingen waar het in het leven om draait. Ik ben alleen maar bezig met aandacht. Aandacht te creëren, mijn kunstje te doen. Ik zit gewoon in mijn, in mijn eigen toneelstukje vast. En het geluk waar het eigenlijk in je leven om moet draaien, dat is weg. Ik, bedoel, ik heb dan heel veel auto's, maar ik heb er niks aan. Ja, mijn plastent, ja, dat is ook een van mijn domme uitvindingen geweest. Ook weg ermee. Al dat bezit en al die gekkigheid. Nou, oh, Laurentien ligt er een beetje, ik zal er even op rapen. Het heeft hem niet beetje. gelukkig gemaakt. Ik kan heel goed een toneeltje spelen, ik kan heel, heel blij doen. En allemaal... Maar uiteindelijk als de camera uitgaat, dan gaat eigenlijk ook het lampje uit. Ja, en dat wil ik eigenlijk veranderen. Mijn pak, wat Maxima helemaal geweldig... Op internet is hij de eerste partij van 200.000 spullen aan het veilen, vanaf 1 euro per stuk. En de belangrijke dingen waar het in leven om draait, die heb ik gewoon niet meer gezien. Ik was gewoon kwijt. En daar wil ik weer terug. Ik wil gewoon weer normaal zijn. Dat normale leven gaat straks verder in deze kapitale villa die hij heeft gekocht. Zijn andere vijf huizen, inclusief Soesdijk 2, gaan onder de hamer. En zij ook. Ja, erg hè? Ja. Maar ik wil gewoon nu alles kwijt. Maar de hamvraag is, zijn we nu dan ook van Johan Vlemmix af? Het wordt wel wat rustiger. Ja, maar helemaal weg, daar gaat Johan Vlemmix niet lukken. Nee, dat, dat, dat is echt een illusie. Daarvoor moet je naar de Efteling. We zijn gewaarschuwd.